Ja, echt een van de allereerste keren dat ik in contact kwam met een kunstenaar was toen mijn ouders 10 jaar getrouwd waren en van hun ouders en schoonouders geld hadden gekregen om een schilderij voor boven de bank te kopen. Zo togen wij dus op een zaterdagmiddag naar het Gennepelpark, naar het Berkenhuisje, wat overigens nog steeds er staat, naar Pierre Jacobs, een echte kunstenaar. Het grap was dat mijn vader ook Pierre heette, dus het was Pierre. En ontzettend ontspannen sfeer. En uiteindelijk had mijn vader zijn oog laten vallen op een Brabants vennetje met berkenbomen. En toen kwam het over de centen natuurlijk. En mijn vader zei, nou, dit is wat ik heb, Pierre. Ja, maar Pierre, dat is niet genoeg, hè. Ja, ik heb niet meer, dit is wat ik heb, Pierre. Ja, Pierre, nou, dan gaat het niet door, zei onze Pierre. Jawel, zei Pierre, de schilder. Hij pakte het doek en sneed het te midden door. Alsjeblieft, voor dit geld mag je dit schilderij hebben. Ik vond het wel, je zou nou zeggen cool, maar ik vond het verbijsterend. Ik vond het zo makkelijk dat je met geld omging. En je had ook het gevoel dat die man helemaal... los stond van de wereld, van de maatschappij. Dat stond mij wel aan. Het stond al eigenlijk vast, ook in de familie werd het alom... Pieter, daar wordt een kunstenaar. Ik kreeg van mijn oma ook een Franse beret, want zij was naar Lourdes geweest. En ik kreeg een echte beret. Ik was eigenlijk altijd vrij... voorlijk in de zin van dat ik trok eigenlijk altijd met oudere mensen op. Bijvoorbeeld Ad Snijders, die hadden een café, toen was ik 13 of zo, ik mocht er waarschijnlijk niet eens komen. De Volksbond, proeflokaal voor de werkende stand. En dat was een soort kunstenaarscafé. Dus ik was nog voor de Mammoetwet, dus ik was de Mulo. En toen kon ik dus naar de HAVO gaan, want het was Mammoet, dus het werd veranderd HAVO. En ik had me ook, dat had tenminste Jan Koer, dat was de directeur van de SKVJ destijds. Die zag wel iets waarschijnlijk in mij. Die had me aangemeld op de academie in Den Bosch. En daar werd ik aangenomen. Terwijl je eigenlijk HBS of HAVO nodig had. En ik was ook wel erg jong, ik was net 16. Maar toch, mijn ouders hebben me er altijd in gesteund. Ze zei, zou je niet toch niet eerst HAVO? Ik zeg, nee, dit is wat ik wil. Dus wilde ik al van de 5e klas van de lagere school. En zo gezegd, zo gedaan. Toen bleek dat de buurjongen, de straat verder, René Daniels, die was ook aangenomen op de academie in Den Bosch. Dus wij gingen vanaf de eerste dag, in het dafje van René, elke dag naar de academie. Omdat we nog thuis woonden bij onze vaders en moeders, werden wij gewoon om 8 uur uit bed getrommeld en we togen naar Amsterdam, of naar Den Bosch. Wij waren werkelijk de vlijtigste leerlingen van de academie op dat moment. We waren altijd op tijd en zo. Maar dat heeft me echt, dat was fantastisch. Ik was net 16, René en Frank van den Broek, die waren denk ik 19 en 21 of zo. En René wist toen al heel veel over kunst en over reuning. En dan gingen we steeds in dat dafje en op en neer over de provinciale weg naar Den Bosch. En dat werd steeds gekker.
Daar zat een overweg in en het begon dat iemand begon te bibberen. Op plaats zat de hele auto te schudden en zo. En wat ook was donderdag hadden wij theoriedag. En dan hadden niemand zei iets, maar dan ineens sloegen we linksaf in plaats van rechtsaf naar de academie. En dan gingen we naar Amsterdam. Want we dachten van ja, theoriedag, praktijkdag in Amsterdam, naar het Stedelijk, naar een aantal galeries. Naar de cafés natuurlijk ook, elders en zo. Daar zagen we appel en daar zagen we konijnen zitten aan een kopje koffie. Dat was, ja, dat heeft me wel gevormd. In 1977 doe ik eindexamen. Dan was het geval dat ik in het laatste jaar heel erg naast de kunst, die ik gewoon maakte etsen en ik was heel erg spiritueel, mede door een aantal vrienden, kwamen we terecht bij Krishnamurti. We gingen naar een Grieks eiland waar een aantal filosofen en goeroes zaten. Dat stond wel haaks op mijn andere vrienden en collega's op de academie, die allemaal gepland hadden op na de academie. Stantepé en atelier in Amsterdam, daar moest je wezen. Nou, ik had toch even nog iets anders te doen, want ik wilde naar een ashram in India. Een soort klooster. Nou, een klooster. Ja, zei ik, maar het is toch niet een echt klooster. Maar, ja, dat was de Bhagwan, Osho. Maar hoe kom je daar? Met een verbouwde bus zijn we eerst naar Athene, toen Istanbul, steeds maar verder. Ik heb ongeveer 6 maanden bij Bhagwan gezeten, in Pune. De eerste keer dat ik daar in contact was met Bhagwan, heette Darshan. Daar heb ik hier een klein fotootje van hangen. En toen zei hij, you're a man of graphics and you can print. En ik zei, ja, jawel, I'm graduated in that. Can you put up a print shop for me? Nou, hoe mooi kan je het hebben? Dus ik mocht een zeefdrukkerij opzetten in de ashram. Ja, dat was echt pionierswerk. Ik had een zeefdruktafel gemaakt met een Hoover stofzuiger. En een sari als eerste zeefdruk, als raam. En ja, gewoon. Na 3 maanden was ik behoorlijk ver. We drukten affiches, we drukten t-shirts. En I was like the king of the ashram. Nou, en zo gaat dan het zen-gevoel. Bhagwan riep me weer, of Osho riep me weer bij hem. En hij zei. It's all a meditation, Peter. Devadasa was my name at that point. And I think it's time to stop as the producer of the graphics. And I thought it's very good for you to work in the kitchen and the toilet cleaning. So, bang, boom, boom. Dat was echt een ongelooflijke goede les in mijn leven. Daar heb ik echt later nog heel veel aan gehad. See it as a meditation, Peter. Ja, ik ben misschien een beetje flauw in, maar dat trok ik toch niet hoor. Van een drukkerij runnen, dan toiletten schoon te maken, dat trok ik niet.
Dus ik ben weer vertrokken bij de ashram. Ik heb er heel veel fijne herinneringen aan. En ik was naar, of ik ben naar Nepal gegaan om te wandelen. Niet de berg klimmen, maar ik heb de route genomen, de wandelroute naar de basiskant van de Mount Everest. Dus een aantal jaren in Frankrijk gewoon, na ik terugkom uit India. Ook nog even op Amorgos, een heel mooi Grieks eiland. En op een gegeven moment in de herfst kom ik terug bij mijn ouders hier in de Staringstraat. En mijn moeder zegt, het terrein van aannemer Vermeijlen, de afgebroken huizen, is te huur. Jij wou toch een atelier beginnen hier of zo? Dus ik ben eens gaan kijken met twee andere vrienden. En ja, dat was duur. Het was een totale ruïne. En in tegenstelling tot de meeste kunstenaars die kraakten, de fabriek onder andere, Aorta, overal, gingen wij de confrontatie aan om het terrein te huren voor 650 gulden per maand. Een gigantisch bedrag toen. En we hebben het in 3 maanden tijd met behulp van heel veel kunstenaars en vrienden opgeknapt. Allemaal ramen, dingen. Nou ja, goed. En vanaf het begin af aan was eigenlijk wel de bedoeling dat er ook een expositieruimte bij die ateliers kwam. Voor onszelf, maar we hadden ook wel een beetje, niet uit commercieel opzicht, maar gewoon dat we contact met andere kunstenaars wilden. Dus al snel ontstond er een kleine galerie. Dat was hier die Pijpela op de Gerstenstraat. Inderdaad, echt vroeger nog echt Pijpelaatje. En dat was dan wel raar, want ik was safe-drukker en druk. Dus het was voor mij heel simpel om een affiche te drukken bij de tentoonstelling. En dus dat deed ik. Ik drukte gewoon 50 vel in 2 of 3 kleuren affiche. Het was wel chic, maar het kostte niet zoveel voor mij, want ja, alleen maar papier en inkt en zo. En kwam een verzamelaar, Piet van de Bomen uit Waalre, en die zei van, ik wil wel 5 van die affiches kopen. Wat kosten ze? Ik had er niet eens over nagedacht. Ik zeg, ja, doe maar 10 per stuk of zo. Goed, hij koopt die dingen, gaat naar de kunstenaar en zegt, wil je ze even signeren? En nou, dus, ineens 7 prenten. En toen dacht ik, ja, dan kan dat de volgende keer ook. Dan drukken ze op iets dikker papier, laten ze signeren en nummeren. En dan hebben we een uitgave. Dat was eigenlijk het idee. Dat is uitgegroeid tot dat ik uiteindelijk in het Van Abbehuis een behoorlijk gerenommeerde grote galerie en uitgeverij had. Ik heb samengewerkt met internationale kunstenaars als Richard Long, Marina Abramovic, maar ook Armando, ja, you name it. Thank you.
in het Van Abbehuis, die galerie die we daar hadden en uitgeverij, die was vooral gebaseerd op een contract dat we hadden met 15 vaste afnemers, die elke 2 maanden een grote print die we produceerden, of ik produceerde, van een gerenommeerde kunstenaar. En voor een vast bedrag per jaar namen hun die print af. De enige clausule als ze er onderuit zouden kunnen komen was als ze hun eigen collectie zouden verkopen. Wat wij dachten dat dat nooit zou gebeuren. De ING gaat toch niet een grafiekcollectie verkopen. Maar in 2008, toen de crisis werd, massaal stoten allerlei Rabobank, uitzendbureau, een heel groot uitzendbureau, allemaal stoten ze hun collectie af. En zaten wij nog wel met contracten met kunstenaars, maar zonder inkomen. Dat was niet leuk. Dat was, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik even terugviel op mijn, heel diep. Ik moest mij zelf failliet laten verklaren. Ik zat ineens zonder werk, zonder dingen. Ik dacht, dat komt wel goed, maar het kwam niet goed. De crisis die sloeg echt hard erin. Ik was ook heel teleurgesteld in de kunstwereld en in de kunstenaars waar ik toch mee samen had gewerkt. En ja, ik heb daar weinig sympathie en dingen van gehad. Dus ik heb me eigenlijk een soort teruggetrokken, een soort hermit, filmnet en boeken en wandelen en fijn veel wijn drinken en contemplatie. Maar kunst was op eventjes helemaal niet aan de orde. Maar dat werd toch ook erg moeilijk, ook omdat er geen geld binnenkwam. Want je kunt, ik had een eigen huis en dan moet je er eerst op eten, ja. Maar het huis was ook mijn cocon waar ik me veilig in voelde. En dus op een gegeven moment, 3 jaar geleden, dacht ik, nou is genoeg geweest. Geen en bang. En ik ben vanaf die dag gaan werken, eerst mijn oude prenten opgepakt en zo ben ik langzaam. En nu werk ik vrijwel elke nacht. En er is zicht op een soort comeback van Pieter Adewijns. Grote tentoonstelling in december, januari. And a dream comes true. Hij trekt een lange neus, snap je? Dat is toch een uitdrukking?
Allemaal van harte welkom. Tentoonstelling Pieter Alewijns. Gefeliciteerd Pieter met je 65ste verjaardag, 2 weken geleden. Dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding geweest om deze tentoonstelling te gaan organiseren. Pieter vroeg mij van, 65 jaar, er hoort ook een tentoonstelling bij. Ik zeg, ja, een tentoonstelling Pieter, dan moet ik gaan terugblikken wat jij al die 50 jaar hebt uitgevoerd. Ik zeg, dat is nou niet het ding waar ik op zit te wachten. Nou, zei Pieter, ik heb iets nieuws. Ik heb beelden. Ik denk, beelden, oké. Dus op een zondagnamiddag naar Eindhoven getogen. Het atelier van Pieter ondersteboven gehaald. Nou, dat gaat door heel het huis heen. En ja hoor, beelden. Zijn tweedimensionale wereld, zoals die hier hangt, zoals we die kennen van Pieter. Hè, collages, etsen, die een bepaalde wereld hebben, een bepaalde kracht, zeggingskracht. Dat overtreft hij met zijn beelden. Dus ik was gewonnen voor die tentoonstelling. En Pieter had dus nog een klein jaar om de zaak te gaan maken, te perfectioneren en uit te bouwen. Daar was ik dan ook blij mee, want we moesten hier natuurlijk ook de voorbereidingen doen. En wat weten wij van Pieter? De meeste mensen kennen Pieter wellicht een beetje, maar ik wil toch hier een beetje ook Wikipedia spelen. In vogelvlucht. Pieter is een kunstenaar. Pieter is een drukker. Pieter is een uitgever. En Pieter is een galeriehouder. Pieter heeft alles in huis. Pieter heeft alles gezien. Geboren in Eindhoven in 1954. Een gezin met een broer, echt Eindhoven. En op 14-jarige leeftijd in contact gekomen met beeldende kunst. Omdat zijn ouders een schilderij gingen kopen. Jawel, bij Pierre Jacobs. U kent de kunstenaar wellicht niet meer, maar dat was in die tijd de kunstenaar van Eindhoven. Eindhoven had op dat moment niet zoveel. En Pieter, dat werkte aanstekelijk voor Pieter. Dus Pieter is op zijn 16e jaar naar de academie gegaan in Den Bosch. En na die succesvol te hebben afgerond, is hij de halve wereld, heeft hij gezien, met name Azië. Baghdad is die geweest, India, Bhagwan. Een wereld voor Pieter, die hij heeft zich daar volgeladen, laat ik het zo zeggen, met allemaal indruk. Terugkomend is hij echt beeldend kunstenaar geworden en heeft hij zijn etswerk, heeft hij een tijd opgezocht, de 19e eeuw. En je ziet in het werk terug dat dat eigenlijk zijn leidraad is. Hij heeft daar een utopische wereld neergezet die telkens terugkomt. Een wereld die doet denken aan klassieke werken tot bijna Grieks soms. Een wereld die helemaal Alewijns is. En samen met zijn etsen, zijn manier van werken, heeft hij dat een wending gegeven die echt des Alewijns is. Een werken die herkenbaar zijn op grote afstand. Heel mooi, maar het laatste, en dat zijn dan zijn beelden, die overtreffen dat. Zijn beelden, als we die aankijken, die hebben een diepere lading gekregen. Die zijn een fractie interessanter geworden. En het is eigenlijk waar het tegenaan schuurt, is dat ze surrealistisch zijn. Dat is nooit zo uitgesproken, maar dat is de kracht van Pieter. Ik heb het hier een beetje proberen neer te zetten. Ik kon het niet echt plaatsen, maar in mijn optiek is hij toegetreden tot dat select gezelschap. De beelden zijn spannender geworden. Alle remmingen lijken te zijn verdwenen. Ze fascineren, omdat je fantasie vorm geeft aan je manier van denken. Je niet laat leiden door controlerende ratio of los van morele waarden. Dat is dus Alewijns geworden. Aan u. Ook de vraag om dat
serieus en goed te gaan bekijken. En ik hoor graag wat u ervan vindt, hoe dat het bij u landt. Pieter, jij wilde nog een tekst voordragen. Nou ja, een stukje. Een stukje tekst, dus bij deze. Oké. Okay. Ja, werd vanmorgen werd ik wakker en niet tenminste, John Lennon die zei, suppose you start a war and nobody came. En ik dacht even, stel dat je een opening hebt, dan komt niemand. Maar gelukkig zijn jullie allemaal hier. Dus dank daarvoor. Nou, dan gaat dan bedankt. Gaat mij ook uit naar Frank Erhard, Frank voor de prachtige tekst die u alsjeblieft graag wil lezen. Frank Segers, die een hele mooie, vind ik zelf, biografie, hij staat er ook weer. Maar echt, het is een film boven mijn verwachtingen, echt. En tot nu toe, aan de mensen die ik hem heb laten zien, is niemand die zegt, nou, zet die film af, zeg, godverdorie. Dus nee, het is echt heel fijn. Dan gaat mijn dank enorm uit naar mijn beste nieuwe vriend Maarten Donders, waar ik heel veel bewondering en ook heel veel aan heb gehad. En natuurlijk aan mijn broertje Marco, die altijd er is als ik hem nodig heb. Want heeft er één zoveel te zeggen over kunst als wij? Ik bedoel natuurlijk kunst die pakt. Zo van die ouderwetse schilders die hun vlees verminken om ons oog te proosten. Beeldhouwers die met hun kindsbeen bijtelen aan zo'n profiel. Kortom, archeologen die diep in de wolken vroeten naar ons. Heeft er één zoveel over ons te vertellen als kunst? Daar zou ik mee kunnen eindigen. Maar een aantal, vooral de familie, weten dat ik het eigenlijk altijd zo tegen lente ook probeer met een liedje. Vergeef me, ik ben geen Julio Iglesias. Daar is de lente, daar is de zon. Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen. De val is in poetipoe, staat al in bloei. En de blaadjes krijgen bomen. Bloempotten barsten open meteen. Knallende meisjes ontbloten de kuiten. De bouwvakkers hebben naar de tijd weer iets om naar te fluiten. Daar is de lente, daar is de zon. Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen. De val is in poet, die poes staat al in bloei. En de blaadjes krijgen bomen. Dankjewel. Dus bij deze is alles. Is de tentoonstelling geopend? Pieter, misschien moeten we nog voor jou zingen omdat je jarig bent geweest, of liever niet? Ja, aan jou de keus. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de van de voort. Ja. En kijk vooral ook naar de film. Naar de film.